Eekhout. U bent van de gemeente Apeldoorn, zegt u? Dat klopt. Ik heb vandaag met een aantal collega's de pers mogen begeleiden. En van zeer dichtbij dit ernstige ongeval mee moeten maken. Wat heeft u gezien? Op het moment dat wij de pers eigenlijk met de bus meeliepen, waren we vlak bij de naald. En ineens zeilt er twee, drie passen afstand rechts langs mij een auto met hoge snelheid. Die echt met een enorme klap op de naald knalde. En mijn eerste reactie was eigenlijk richting bestuurder lopen. Maar vervolgens werd ik wel door de politie daar weggehaald. Ik heb bestuurder op zich wel kunnen zien. Dus, en gelijk ook de tweede reactie was van als de naald er niet had gestaan, dan was het misschien nog wel heel anders gelopen. Dus, vervolgens draai ik me om en ik zie achter me één groot slagveld. Dus huilende mensen, bebloede mensen, in paniek. En dat raak je enorm. Dus, ja. Toen de koninklijke familie naar de historische optocht de bocht doorging, kwam hij met een rotvaart het kruispunt over. En het was ineens een chaos tegen die pilaar, kwam die tot stilstand. En de koninklijke familie kon nog net op tijd weg. Maxima die zag het, die schrok zich ook rot. Die zag je ook helemaal vertrekken. En iedereen helemaal ondersteboven. Je zag ook allemaal mensen die aangereden waren als pionnetjes over de weg vliegen. Die zijn meters over de weg gevlogen. Verderop binnen op het kruis nog ook iemand die werd ook meteen gereanimeerd. En ja, ze waren zo lang aan het reanimeren dat het leek haast alsof het zag er gewoon heel slecht uit vanaf het begin. Dat is zo'n snelheid, want hoe kan je dranghekken en ik weet niet hoeveel mensen aanrijden en die meters verderop kwamen. Dus ik denk dat het met een enorme hoge snelheid gebeurd is. We denken toch dat het iets anders is dan alleen maar een onwel iemand achter het stuur, want die mogen hier helemaal niet rijden. We denken dat het expres was. En nu de rest van de dag? Ja, we gaan nu naar huis. Dus we hadden ons toch het allemaal heel anders voorgesteld. Maar ja, aan de andere kant, wij gaan naar huis en we zijn bang sommige andere mensen niet meer. Hier staat collega Jaco Klamer, fotograaf bij het Nederlands Dagblad. Jaco, wat heb jij gezien? Nou, ik was Maxima en het koninklijk de hele groep aan het fotograferen. En ik had Maxima close-up en toen zag ik opeens een heel schrik in haar gezicht. Ja, ze waren dus bijna de bocht om en het was het laatste stukje dat wij konden fotograferen. En ik stond er heel dicht bovenop. En hier zie je dat Maxima al iets ziet. En toen hoorden wij dus een doffe knal achter ons. En hier ziet zij dus waarschijnlijk het ongeluk gebeuren. Voor mij was het een doffe knal. En ik dacht van ja, er gebeurt wel vaker wat vuurwerk bij zo'n feest. Dus ik had niet het idee dat er iets ergs aan de hand was. Maar door haar blik. En dit is alweer ietsje later. Toen is de auto al voorbij gekomen. En die is al tegen het standbeeld Er ligt een lantaarnpaal aangereden. Omver geloof ik. Ja, dit is de bumper denk ik van de auto. Die verloren heeft. En er liggen dus allemaal lichamen die in het publiek. Mensen uit het publiek die geraakt zijn door de auto. De persoon die achter het stuur zat had al niet meer de macht over het stuur, want die lag voorover gebogen over het stuur. Ja, die staat er niet meer. Dus die was al duidelijk niet meer aan het sturen. En, gelukkig kwam die dus tot stilstand tegen de paal.